Nou, ik doe het maar even zo. Ik had het dinsdag gewassen. Maar ik heb een ander spulletje gebruikt, deze. Zo, de vaatwasser is klaar. Dus dan kan ik gelijk weer lekker uitruimen. Terwijl ik even tegen jullie babbel. Goedemorgen, ik ben nu alweer druk aan het puzzelen. Het is 4 januari 2024. Het is nog vroeg, het is 7:30. Ik ga zo aan het werk. Keuken is al lekker weer aan kant. Ik heb ontbeten. Emily die heeft vannacht de cursus hoesten gevolgd in één deel. En ze is daarvoor geslaagd. Ik vind een stukje, dat hoort bij het raam. Ik ben nu een stukje aan het zoeken, vandaar. Ik ga zo eens maar eens lekker aan het werk. En daarna ga ik met Lenny op stap. We gaan naar de IKEA. Ik moet ook iets terugbrengen, want dat ligt hier. En dat moet terug. Ik heb de verkeerde meegenomen. Ik moet de smalle hebben voor in een la. En dat heb ik nog, ga ik nog meer doen. Ik ga een blauwe haai meenemen op verzoek van Emily. En verder weet ik het nog niet. Iets roze. Een hoekje met roze. Oh, die hoort hier. Wacht, dat is van de... Van dit. Ja, weer een stukje gevonden. dat dus. Niet zo heel veel dingen bijzonders op dit moment. Ik ben aan het nadenken over een onderwerp voor de podcast. Die ga ik dan opnemen gewoon thuis in huis. Terwijl ik aan boven ben. Wil ik in eerste instantie zelf maar wat dingen gaan vertellen. En daarna over, misschien met een gast erbij of zo. Ik zal even over nadenken hoe ik dat ga doen. Maar dat komt allemaal nog wel. Dat is toekomstmuziek. Maar wel heel leuk om weer met wat nieuwe dingen bezig te gaan. Maar ik ga even nog één stukje zoeken en dan ga ik aan het werk. Dat was het ene stuk uitgewerkt. Lekker vlot. Komt ook omdat ik heel vroeg was begonnen. En ik ga even me klaarmaken om nog even wat boodschapjes te doen voor Emily. Die is echt verre van fit nog. Maar mijn haar heb ik vanmorgen in een staartje gedaan. Dat is niet zo, zit niet zo lekker. Dus daar ga ik even wat aan doen. En dan ga ik straks ook nog gezellig. En morgen maar was hoor. Het voelt echt wel erg. Ja, ik moet maar even zo... Ik had het dinsdag gewassen, maar ik heb een ander spulletje gebruikt, deze. En dan voelt het toch niet lekker, dus daar gaan we nog maar even wat aan doen morgen. Maar te vaak wassen in mijn week vind ik ook niet fijn. Ik ga even een vest aantrekken hier overheen en dan ga ik even naar de kruidvat. Een van mijn trouwe kijkers is opgenomen in het ziekenhuis. En wat doe je dan? Dan stuur je even een kaartje. Nou heb ik alle kaartjes pas uitgezocht, dus kan ik vrij makkelijk een kaartje pakken. Want ik heb mijn la opgeruimd. En ik heb gezien dat daar ook nog een wetenschapskaartje tussen zat. Dus nu moet ik even zoeken. Even zien welke gaan we doen. Ik moet even zoeken hoor. Ik ben ondertussen aan het zoeken in de la. Zet jullie wel even neer. Kunnen jullie het even zien? Deze is wel leuk. Dat is niet echt een wetenschapskaartje. Maar die heb ik nog wel. Dat zijn mijn enveloppen. Dat zijn handige kaartjes. Ik ga jullie even uit de la halen. Hallo. Ik ben thuis en ik heb een vriendje voor Emily meegenomen. Op verzoek van Emily en Emily koopt hem zelf hoor. Maar deze hele grote blauwe haai, die is meegekomen uit Haarlem.
Het was heel, heel gezellig. Ook heel druk bij de IKEA. Gewoon een half uur bij de klantenservice staan wachten om één dingetje terug te kunnen brengen. Maar het was echt heel leuk. Ik ben daarna nog even bij Lenny thuis geweest. En we hebben de spullen door de buurman naar binnen laten tillen. Dat was heel erg fijn, want het was echt heel zwaar. En nu ben ik thuis. Ik heb ook nog een mat gekocht voor onder de, op de vloer. In de knutselkamer, zeg maar. Daar komt de postbode aan, denk ik, of niet? Ja. Het is ook lekker laat, trouwens. Maar, nou ja, dat heb ik dus gedaan. En nu ben ik thuis en ben ik best wel moe. Dus ik ga even eten fixen en dan ga ik daarna denk ik vooral heel erg lekker niks doen. Denk een beetje puzzelen met een boek op de achtergrond. Denk dat dat voor nu wel genoeg is. Maar ik ga deze eens even teruggeven aan de nieuwe eigenaar. Zo, lekker gegeten. Keuken alweer aan de kant. Ik ga het hond even uitlaten. Die staat hier te springen en te dansen om me heen. Ga je mee? Je wil graag naar buiten. En daarna ga ik lekker puzzelen. Ik ben gewoon een beetje moe. En dat mag. Dat is helemaal niet erg. Wat is het? Wat wil jij? Wil jij spelen? Wil jij spelen? Ga maar met rat spelen dan. Oh, ga je rat pakken? Oh ja, maar rat pakken. Hou vast. Hou vast dan. Oh, goed zo. Nou maar los. Los. Zo, dan kan ik hem weer pakken. Hè. Nou, ik ga eerst wel even met hem spelen en gaan we daarna even een rondje lopen. Ik denk dat het een volgorde wordt. Waar ben je? Waar ben je? Goed zo. Zo, de vaatwasser is klaar. Dus dan kan ik gelijk weer lekker uitruimen. Terwijl ik even tegen jullie babbel. Vooral wat handig dat het zo snel gaat. Nou moet ik zeggen, dan heb ik ook wel een vaatwasser die best snel doet. En zeker als je hem even goed instelt, dan werkt hij super snel. En dat is fijn. Even kijken. Snijplankjes. Zo erin. Dat kan naar de andere kant. Bestekjes. Ik heb net lekker even zitten puzzelen. En toch wel zo moe. Dus het is goed dat ik vandaag niet blijf gaan. Morgen weer. En zaterdag ga ik de kerstboom opruimen. Het liefst zou ik hem het hele jaar laten staan. Maar dat is een beetje vreemd. Ik vind het altijd zo gezellig, al die lichtjes. Maar ja, hij moet gewoon echt wel weer opgeruimd. Goed beschouwd, het is een uurtje werk en dan is alles weer weg, weet je wel. De lampjes uit de boven, die laat ik zitten zolang ze dat nog doen. Die worden slecht. Ik heb al tegen Emily gezegd van die kunnen gelijk wel weg, want er zijn er meer die het niet doen. Oh, er zijn er meer die het niet doen dan die het wel doen. Dus dat is gewoon op aan het raken, dat heeft nu twee winters buiten gehangen. En het heeft nou, minstens 4 stormen voor zijn harsjes gehad. Dus ja. Kijk. Weer klaar. Er kwam nog wat afwas van boven. Opruimen gelijk. En het was niet alleen van Emily. Ik had namelijk mijn shakebeker mee naar boven genomen. En niet meer mee naar beneden. Dus die lag ook boven. Maar ik kan nu wel nog in de vaatwasser mee. Dat is geen probleem, gelukkig. Nou, opgeruimd. Ik ga lekker douchen, denk ik. Daar heb ik wel even zin in. Mijn haren was. Ik zou het eigenlijk morgen doen, maar ik kan het net zo goed vandaag doen. Maakt niet zo heel veel uit. Dus ik stuif lekker even onder de douche. Doe mijn weg naar boven. Ding dong. Pakketje. Nieuwe Lego. Cherry blossoms. Kersenbloesem. Die ga ik binnenkort in een live maken, ik denk zaterdag. Ja. Nou ja, voor jullie is dat dan al geweest. Maar
zaterdag. En kijk eens, zie je wat hier gebeurt. Dit gaat groeien en hier komt iets omhoog. Kunnen jullie het zien? Ik weet niet wat het is, ik denk een blad. Deze doet nog niet zo heel veel en hier begint ook wat te groeien. Dus misschien dat het nog wat gaat worden. We hebben nu een schoenenrek. Staat mooi daar. Die zit hier tenminste weer leeg, want hier brak ik elke keer mijn nek. Ja, er staat nog een schop, want ik ben er voortaan bezig. Dit is weer lekker leeg. Ja, raaf zijn plekje niet, maar is een stuk netter, vind ik. Zo, tijd om een video te editen. En een nieuwe thumbnail te maken voor de live. En dan gaan we dat zo eens even lekker doen. Hond is mee naar boven gekomen. Die had geen zin. We vanmiddag echt een lekker eind gelopen. Dus ja, dan had hij even niet zoveel zin meer. Maar, eind van deze video. Dankjewel voor het kijken. Ik hoop dat je het leuk vond. Hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. Kijk je nou 's avonds. Slaap lekker. Mooie dromen. Tot morgen. Tot de volgende video. Doeg!